Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Ondanks het vuurwerkverbod gaan wij sowieso vuurwerk halen. We willen genoeg hebben voor in de compilatie. En we beloven ook aan jullie dat we gewoon een hele dikke compilatie online gaan zetten. Zo ver mogelijk. Dus we gaan er alles aan doen dat we gewoon een hele zieke compilatie hebben met genoeg blokken. Maar vandaag gaan we naar België. Naar twee winkels, namelijk Salon Roger en Zena. En bij die twee winkels gaan we inkopen doen voor oud en nieuw. Dus toch nog een shopvideo voor jullie. Auto gaat volledig vol natuurlijk, maar dat gaan jullie binnenkort allemaal zien in de collectievideo. Ik denk dat die overmorgen online komt. Morgen ook een shopvideo, want morgen gaan we ook gewoon nog op pad. We proberen gewoon het beste ervan te maken en halen wat je kan halen. Helaas is kat 1 natuurlijk nu ook moeilijk, maar wij gaan gewoon voor de blokken. Want in het buitenland kan je dus gewoon nog ophalen. We gaan dan naar Duitsland en stappen we heel vroeg gewoon in de auto om ons vuurwerk te halen bij de Aldi, Lidl, Kaufland. We hadden ook meerdere bestellingen gedaan, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Jullie hebben het kunnen zien, vuurwerk Duitsland, maar ook andere winkels. In totaal hadden we iets voor, wat was het? 4000? Ja. Voor 4000 euro zo hadden we bestellingen staan. Dat is mega pijnlijk om dat nu niet op te kunnen halen. Maar desalniettemin kunnen we wel richting België om onze bestelling op te halen. Want over een paar dagen is het oud en nieuw. En ik heb al eerder gezegd in andere video's, maar wij gaan sowieso komen met een compilatie. We gaan er alles aan doen om voor jullie gewoon de beste compilatie te maken die nu mogelijk is. Nou jongens, zoals jullie goed kunnen zien, Maaseik, 11 kilometer nog. We komen er nu echt dichterbij, man. Oh mijn god, wat is Maaseik ver weg. Dat is de reden waarom we eigenlijk nooit deze kant op gaan. We gaan echt enkel richting Olen en zo. Dus iets dichterbij. Dus, zoals jullie kunnen zien, navigatie aan. We zijn aardig op weg. Nog een kleine 10 minuten ongeveer, toch? Dan komen we aan. Wel bizar, man. Hier zie je helemaal geen huis en zo. Kijk hier naar rechts. Je kan ideaal stoken hier. Juist. Misschien rijden we hier wel naartoe met de auto. Joh. We zijn aan het zoeken waar Salon Roger nou zit, want het is altijd, ook in Polen is het zo, dan is het echt even zoeken als je er voor de eerste keer komt. Je hebt verkeerd ingetypt. Wat dan? Ik heb wel goed ingetypt. Nee, hoor. Nou, het is inmiddels gaan regenen, jongens. Kijk dan, mondkapjes op. Als je goed kijkt, zien we hier Zena. Ik ben hier nog nooit geweest. Ja. Ongelooflijk. Zena, vuurwerk. Ik zie mensen op de fiets vuurwerk halen. Even kijken. En mensen doen dan, de media doet dan, alsof er bij de grens controles staan. En dat je dan geen vuurwerk kan halen, dat je eerst een negatieve coronatest moet afgeven voordat je over de grens kan. Nou, dat is dus niet het geval. Heb jij politiecontrole gezien voor grenscontroles? Nee, het is gewoon gebluft toch? Ik zie ook niks. Wat zou jij gaan doen? Het lijkt op gebluft inderdaad. Maar dat doen ze al jaren toch? Mondkapjes op. En laten we maar even kijken. Kijk. Zena vuurwerk, moet je kijken. Mensen staan te wachten daar zo, tentjes, partytenten. Hier staan geen auto's, maar ik verbaas me wel dat er gewoon nog mensen zijn. We gaan hier ook even shoppen, goede dingen halen. Dat zien jullie binnenkort in de collectievideo allemaal terug. En sowieso ook in de stookcompilatie van oud en nieuw. Wel bizar, man, het is echt zo'n loods hier zo. Zena vuurwerk, hier staan de auto's geparkeerd. En aan de rechterkant komen we aan bij de eerste winkel, Salon Roger. Klinkt als een parfum, man. Hij zit hier. Ja, vuurwerk, zie je? Ja. Maar eerlijk, klinkt echt cool. Zo dan. Oh my god. Oh my god, echt een rij, jongens. Niet normaal, man. We staan op dit moment bij Salon Roger. SO naar die winkel, want zij hebben ons even hier naar binnen gelaten. Moet je kijken, alle producten. Etalages. We zijn hier nog nooit geweest. Vraag me niet waarom, maar het is gewoon zo. Die Tropic, die hebben we in Polen gehad. Die zijn hard. Die zijn echt goed. En dan heb je ook die pijlen, die hebben we net toevallig daar op het scherm gezien.
En die pijlen zijn echt goed. Die linker waren 75 gram, hè? Ja, en die daar rechts, die in het midden, waren 50 gram. Oh, en die daar helemaal rechts zijn 25 gram. Oké dan, grote vlinders, super gato. Megatresk. Dat zijn ook natuurlijk zo. De oude vertrouwde jongens, de Scorpio's. Lange lont ervan. Hier, Azul, wat is dit dan? Hier heb je natuurlijk nog meer van die dingen. Tueno. Detonante. Detonante, die is ook ziek. Ze hebben hier wat meer van dat Spaans ook, man. Ja. Wel lachen. Klopt. Pirates. We moeten even kijken wat we gaan meenemen. Maar wat dat precies is, gaan jullie binnenkort zien. Ook in de collectievideo. Zo, kijk dan. Celebration Cracker, gek. Celebration Cracker. Is dat ook P1? Nitraatmat. Je krijgt die kleine drone nog bij. Oh ja. Die zou ik er dan bij leggen, man. Jij? Mandarin, heb je ook gehad. Klopt, die traken ook. Is dat nou horsebrand boven? Ja, ziek hè. Daarboven die horsebrand, jongens. Allemaal verboden in Nederland helaas, die matten. Traka 100 meter, ook ziek. Hier, jouw favoriet, Flashing Demons. Oh, Flashing Demons. Hé, hey, babypijltjes. Nou, die laten we liggen. Leuke dingen gehaald. Allereerst te beginnen met de pijlen. De 2-inch shell rockets. Zitten er 4 in. Hoeveel gram? Geen idee. Blijft trouwens allemaal hier. Het oud en nieuw. Dat gaan we straks afsteken. Scream. We konden het niet laten om hem toch te halen. Hè? Ja, moest. Allebei. Wat een ding, hè. Dan heb je hier de Salute Scream, de rode versie. Wat het verschil is, weet ik niet precies. Die vrouw in Polen kon het toen ook niet echt zeggen. Ik denk dat deze voornamelijk fluit en deze met titanium. Want er staat Salute bij. Oh ja, Salute Scream. En die is alleen Scream misschien. Kijk maar. Ja, kan ook. Nou, ja. We zien het vanzelf. Dan deze, de Golden Future. 16 shots van Salon Roger. De Carola Mystery. Ook een mooi ding. En ik vind deze ook mooi. Ik wacht hier wel veel van, ja. Oké, dan als je even pak die eens vast, want die is echt groot, man. Althans, ik vind het een mooi effect. Een mooi design. Golden Temptation, jongens. 40 shots. Mooi embleem, moet je kijken. Het is echt zo'n dik. Dat is een V-shape, hè? Ja, man. Echt ziek. Nou, dat gaat allemaal mee. Fijne jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Nou jongens, dat wordt inladen. We hebben weer een leuke bestelling opgehaald hier. Ik weet niet of mijn mondkapje nog in mijn nek hangt. Ja, dat hangt. We hebben leuke dingen gehad, man. Yes. Dit keer kunnen we wel gewoon normaal meetillen. Met oud en nieuw gaan jullie alle beelden zien. Ook nog een collectievideo. Dus het komt helemaal goed. Die pijlen ben ik ook benieuwd naar, man. 2-inch raketten, hè? Raketen. Yes. Ook in de achterbak, jongens. We zitten inmiddels weer in de auto. We hebben leuke dingen gehaald. Dus dit was weer ook de eerste shopdag officieel. Want in Nederland is het natuurlijk dit jaar gaat het niet door. Wat echt zeer verrot is. En in eerste instantie dacht ik, in Nederland is het verboden. Maakt niet uit, want we kunnen nog naar Duitsland. Is het daar ook verboden. Dus dat is zeer kloten. Maar goed, we proberen deze dagen toch nog... We proberen toch nog het mooiste ervan te maken, dus vandaar deze video voor jullie. En met oud en nieuw gaan we er alles aan doen om van jullie gewoon een leuke stookvideo te maken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Doe dat zeker. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe shopvideo.